Een hele goede morgen allemaal weer. Vandaag is het maandag en ik hoop dat jullie allemaal weer een heel fijn weekend hebben gehad. Hebben genoten van het lekkere weer. Nog even zijn wezen buiten spelen. Voor vandaag staat er weer een knutseltje op het programma. En deze keer is dat voor moederdag. Dus alle mama's die moeten nu even weg, weg. De papa's en de kinderen die kunnen blijven zitten. Het is niet alleen een knutsel die je voor moederdag kunt gebruiken. Je kunt het ook voor andere dagen gebruiken. Je zal zo wel zien wat het is. Heb jij er een beetje... We beginnen met de voorkant van de kaart die wij zelf gaan maken. Dat is een wit blaadje die je dubbelvouwt. Wat ik nu ga doen, is dat ik met een schaar uit een zwart blaadje een hartje knip. Het hartje is klaar. Nu leg ik deze op de voorkant. Verder doe ik er niks mee. Ik pak een wattenstaafje, omdat ik allemaal stippen met verf om het hartje heen ga maken. Ik zal het jullie laten zien. Kijken. Rood. Uiteindelijk krijgen wij dus dit idee. Met stippen langs de zijkant gaan van het hartje. Het zwarte hartje moet wel op zijn plek blijven liggen, want anders krijg je straks niet de mooie vorm. Ik ga hem even afmaken. En stel nou dat je een kleur nodig hebt die je eigenlijk niet hebt, zou je ook kunnen mengen. Ik heb hier bijvoorbeeld rood en ik heb wit, maar ik heb geen roze. Zoals je kunt zien, ben ik nu klaar. Ik ben er helemaal omheen gegaan. Ik zelf wil er nog wat tekst aan de bovenkant en aan de onderkant opzetten. Dus voor mij is het nou klaar zo. Wat je nu gaat doen, is dat je het hartje weghaalt. En zoals je kunt zien, heb je nu een mooi hartje staan. Dit wordt jouw voorkant van de kaart. Het moet nu wel even drogen. Dus ik ben zo dadelijk weer bij jullie terug. Zoals je... jullie kunnen het niet zien, ik kan het wel zien. Is het droog? We gaan nou iets heel leuks maken voor de binnenkant. Voor de binnenkant. En dat is een hartje die je kunt uitvouwen. Wat je daarvoor nodig hebt, zijn verschillende kleuren blaadjes. Wat je doet, je pakt een blaadje, die vouw je dubbel. Dan teken je, je hebt de open kant en de dichte kant is nu aan deze kant. Dan teken je een half hartje op het papier. Zoals dit. Wat je nu gaat doen, is dat je een ander blaadje pakt, die vouw je ook weer dubbel. Deze plak je met je pritstift. Ik zou geen normale lijm gebruiken, want daar wordt het niet mooi van. Met je pritstift op het hartje. Zorg ervoor dat je het hartje kunt blijven zien en dat de dichte kant op de dichte kant zit. Zoals dit. Twee open kanten, dichte kant op dichte kant. En doe dit voor elke andere kleur die jij zou willen. Zo,
We hebben dit nou gedaan. Zoals je kunt zien hebben we een soort boekje met nog steeds het hartje en allemaal kleurtjes erachter staan. Wat je nu gaat doen, dat je hem even flink aandrukt en daarna uitknippen. Wat je nu hebt, zijn allemaal hartjes die je kunt openvouwen. Volgende stap. De volgende stap. Je hebt nu je kaart. Die vouw je open. Je legt je hart in het midden. En de groene kant en de gele kant, die plak ik op in het midden. Dan krijg je dit. Zoals je nu kunt zien, heb je nu een kaart met een mooie voorkant. En als je hem open doet, heb je een uitklaphartje met allerlei verschillende kleuren. Wat ik nu nog ga doen, is dat ik hem ga versieren. Ik ga er een leuk gedichtje bij opschrijven. Ik ga schrijven voor wie die is. En daarna ga ik hem samen met Benny op de post doen. Kijk maar mee. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Ik hoop dat er hele mooie kaarten zullen komen. Ik ga hier nog even ideeën wat ik zou kunnen maken. Laat het dan even weten hieronder in de beschrijving. Vergeet niet te liken en te abonneren. En doei! Tot ziens en de groeten!